Ik ben Pim Brondijk, een creatief zelfstandig ondernemer en werkzaam onder de naam Pim Brografisch Ontwerp. Voor de uitstraling van Klaas heb ik veel betekend. Daar dat ik vanaf het begin van het avontuur direct betrokken ben geweest. Bij het maken van een nieuwe menukaart komt allereerst plezier bij kijken. De mannen van Klaas, Jos en Niek, bekijken wat zij voor nieuwe dranken en gerechten op de kaart willen hebben. Zij sturen mij een conceptversie van de tekst. Deze tekst die pas ik in mijn ontwerpprogramma. Ik pas zodoende alle tekst aan de verschillende stijlen. Met het aangepaste document ga ik naar het restaurant toe om samen met Jos en Niek de kaart definitief te maken. Wanneer het akkoord is gegeven, dan sturen we hem door naar de drukker. Een nieuw seizoen, dus een nieuwe kaart. En in de herfstkaart vinden we deze keer gerechtjes met paddenstoelen, proeverij van varken, wilde eend, maar ook huilbot, snoekbaars, dorade en een magnum van Noga en witte chocolade. Ja, en die magnums, die maken we natuurlijk wel zelf.